Kijk, hier zie je mijn dillen, maar het is heel erg bleek. En het is niet erg groen, zoals in bladgroen, chlorofiel. Misschien hebben mijn plantjes wel een mineraaltekort, want ik recycle steeds mijn aarde. En dan langzaam raak je alle mineralen kwijt aan de planten. Maar welk mineraal hebben we eigenlijk nodig? Nou, dan kijken we even naar hier verschillende formules voor chlorofiel. Dat zijn verschillende soorten namelijk. En dan zie je steeds een ringstructuur en in het midden zie je MG. En dat staat voor magnesium. Misschien moeten we dat wel meer aan de plant toevoegen. Nou, hier hebben we dan magnesium. Het is een metaal. Er worden vliegtuigen van gemaakt. Dit blokje is voor als je in de natuur vuur wil maken en je hebt geen aansteker en zo. Dan ras je met deze zaag stukjes magnesium ervan af. En dan zit hier een vuursteen. Dan gebruik je diezelfde rasp, die zaag, om vonken los te maken. En dan met dat strook kun je heel snel vuur maken. Want magnesium brandt met een hoge temperatuur. En daarom maken ze er ook lichtkogels en vuurwerk mee. Nou, dit gaan we natuurlijk niet in de grond stoppen, want dat schiet niet op voor die plant. Die plant die wil gewoon een zout hebben in het water. Maar als we een makkelijk oplosbaar zout in het water doen, dan heeft die plant hetzelfde probleem als wanneer we hem in zeewater zouden zetten. En dat is ook niet de bedoeling. Dan gaat hij ook dood. Dus wat we nou doen is, we zoeken een slechter oplosbaar zout, wat daar gewoon de bodem in kan. En dan het bodemleven zelf, dus alle bacteriën en zo, die kunnen dat dan langzaam vrijmaken voor de plant. En dat vindt die plant wel leuk. Nou, welk magnesiumzout is daar geschikt voor? Makkelijk zelf te maken. Nou, dat kan. Magnesiumcarbonaat bijvoorbeeld. Want wat heb je daarvoor nodig? Wij gaan kijken. Hier zijn ze. Links soda, natriumcarbonaat. En rechts magnesiumchloride. Soda vind je gewoon in de winkel. En magnesiumchloride zul je moeten bestellen. Dan gaan we eerst het oplossen zodat we ionen hebben. Die gaan reageren. Dat wil zeggen magnesium en carbonaat ionen. Die gaan elkaar vinden. En dan zeggen ze, hey, wij gaan even liggen. Dan krijg je een neerslagreactie. Dan blijven natrium en chloride ionen die blijven in oplossing achter. Dat is, als je droogt, is het keukenzout. Gewoon keukenzout. En omdat ze niet reageren, noemen we die dan ook, tribune-ionen. Dat is grappig. Je kunt de reactie dus ook versimpelen door die tribune-ionen helemaal niet op te schrijven. En dan krijg je dus wat je onderin ziet. Nog een ding om te weten is dat zowel soda als magnesiumchloride, dat bevat kristalwater. Als je het echt droog hebt, dan trekt het water aan, vocht aan, tot het uiteindelijk een hydraat is. Dus je ziet zo meteen in de structuurformule .6H2O en .10H2O. Dat is dat kristalwater wat in die stof zit. Nou, dan willen we zorgen dat alles opreageert. Dan zijn we op zoek naar een stoichiometrische verhouding. En dan hebben we dus eerst de molmassa's te berekenen of op te zoeken. En dat zien we hier. Zet beeld stil als je dat wil bekijken. Dat ook voor soda, natriumcarbonaat. En dan, omdat we weten dat het 1-op-1 reageert, is dus van iedere stof de molmassa is genoeg om te weten. Dat is 203,3 voor magnesiumchloride, .6H2O. En natriumcarbonaat, soda, .10H2O, 286,1. Dus de verhouding is 1:1,41. Nou, als je het niet wil berekenen, dat kan ook. Kijk, als je zo'n molmassa kunt berekenen, dat is natuurlijk prima. Maar als je hem kunt opzoeken, dat is misschien nog wel beter. En daar is voor scheikundigen en scheikundige ingenieur zijn er boekwerken voor. Dus je hebt voor scheikundigen, dit werk is echt een soort bijbel van de scheikundigen. Dus de Handbook of Chemistry and Physics, natuurkundig en scheikundig. Voor scheikundige ingenieurs is er ook nog deze,
de perries. En daar vind je dus gewoon rechtstreeks de molmassa. Kun je dus gewoon opzoeken in een tabel. Er kunnen kleine afwijkingen zitten tussen de een en de ander. Maar in dit geval voor magnesiumchloride hetzelfde. En dan heb ik nog dit boekje. Wat een stuk dunner is. Dus je hoeft je niet een breuk te tillen. Dus daarin heb ik mijn molmassa's opgezocht. Als je dat niet hebt en je wilt toch niet berekenen, dan ga je naar Wikipedia. Daar staat het ook. Altijd oplossingen. We weten nu de verhoudingen. Dus we kunnen op een keukenweegschaal in een bekerglas alvast soda, natriumcarbonaat, afwegen. Het moet dus 141 gram zijn. Dan brengen we het over met een papiertje, want het is toch geen gevaarlijke stof. In een Erlenmeyer-kolf. Erlenmeyer. En dat lossen we verder op in water. En merk dan dat het koud wordt. Dat heet een endotherme reactie. Dan pakken we het magnesiumchloride. Dat doen we ook in een bekerglas. En daar wegen we dus 100 gram van af. Dat lossen we op in het bekerglas. Dan om het allemaal snel op te laten lossen, zet ik het gewoon op het fornuis. Je kunt er ook op wachten hoor. Nou, afkoelen, daar heb ik geen geduld voor. Dus ik gooi het heet bij elkaar. Let op. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Nou, dan krijg je een neerslagreactie. En je merkt het, het wordt gewoon klonterig in dit geval. Dan breng ik het even over naar een grotere pot. En giet er gewoon water bij, want we hebben nog steeds keukenzout in dit mengsel. Dus een suspensie heet dat. Vaste stof in een vloeistof. We willen dat keukenzout willen kwijt. Dus dan gaan we steeds de bovenlaag, waar dus al het natriumchloride in zit, het keukenzout, dat gieten we steeds af. En je zult merken dat die onderlaag steeds meer zakt naarmate de natriumchloride steeds minder wordt. Dat is niet zo gek, want in zeewater word je zelf ook lichter. Dus dat geldt voor magnesiumcarbonaat net zo goed. Dus die bovenlaag die wordt steeds kleiner. Nou, uiteindelijk zit er helemaal geen natriumchloride meer in. Dat kun je controleren door steeds die vloeistof die je afgiet te laten opdrogen op een schoteltje. En op een gegeven moment zitten daar gewoon geen kristalletjes meer in. Kristalletjes, dat is keukenzout. Dus uiteindelijk heb je een beetje een nattige klodder over. Die kun je gewoon gebruiken voor de plantjes. En dan kun je ook de rest, wat je dus overhoudt, je kunt die klodder gewoon laten opdrogen. Als je die drap van net, als je die droogt, dat heb ik in dit schaaltje gedaan, dan krijg je dit soort brokken. Droog magnesiumcarbonaat. Dit is geen hydraat. Die kun je verder weer malen of vijzelen met zo'n stamper. Dan hou je poeder over. Dat is je eigen zelfgemaakte magnesiumcarbonaat. En dat kun je weer gebruiken voor allerlei andere reacties en voor je plantjes. En reactie. Die kun je zelf wel doen, want dit potje bijvoorbeeld is nu helemaal vuil. Nou, daar kun je er wat van afkrabben, natuurlijk. Op een gegeven moment houdt het op. Hoe maak je dat dan schoon? Nou, dit kun je dus doen en schrijf dan in de reacties wat jij ziet dat er dan gebeurt. Gebruik daarvoor azijn, azijnzuur of citroenzuur, citroensap. Laat dat los op zo'n binnenlaag van zo'n potje. En dan vormt zich weer een nieuw zout. En beschrijf dan wat je ziet in die reactie. Dan moet je wel vertellen welk zuur je gebruikt. En probeer mij te vertellen wat je dan hebt gemaakt. Ik ben benieuwd. Dus dat kun je doen.
Nog even iets over die bezinking en over het schoonmaken van je magnesiumcarbonaat. Kijk, het is steeds een bezinking, zoals dat heet. Dus je hebt de suspensie, dus de vaste deeltjes in die zweven. En daarbovenop ligt nog een laag opgelost natriumchloride, keukenzout. Nou, dat kun je steeds afgieten. Nou, dan is het nog niet schoon. Dus dan doe je er weer water bij, kraanwater in dit geval. Dan roer je het weer om, dan laat je het weer bezinken. Dan giet je de bovenlaag weer af. Het magnesiumcarbonaat, dat wil je in die pot houden. Dus als je ziet dat het meegaat, dan stop je. Dan giet je er weer kraanwater bij, je roert het weer om, je laat het bezinken. Dan giet je de bovenlaag weer af. Dan ga je net zo lang mee door tot eigenlijk die bovenlaag schoon water is. Het geinige is dus ook dat als het water minder zout bevat, dan is die onderlaag die is veel meer ingeklonken. Omdat de magnesiumcarbonaat wordt niet zwaarder, maar door zout water in de zee drijf je ook makkelijker dan in een meer. Dat is voor die magnesiumcarbonaat ook. Dus die laag die lijkt kleiner te worden, maar dat is niet zo. Het is alleen dat het water minder zout wordt. Nou, hoe weet je nou of je het zout helemaal kwijt bent? Als je denkt van nou, nu moet het wel weg zijn, dan doe je het in een klein glaasje of zo en dat laat je opdrogen. Als je na het opdrogen zoutkristalletjes ziet, dan zit er dus nog zout in die bovenlaag. Dus dan moet je nog even doorgaan met wat ik net zeg. Dus de kraanwater erbij, afgieten, nog een keer kraanwater erbij, bezinken, roeren, afgieten. Dan moet je daar nog even mee doorgaan. En er zijn ook andere manieren om erachter te komen of je water, of daar nog zout in zit of niet. En dat mag je me ook vertellen in de comments. Of jij nog andere methodes weet om erachter te komen of er zout zit in water. Die zijn er. Ga maar naar. Goed. Tot slot. De stoffen die we hebben gebruikt voor deze reactie en die ontstaan zijn uit de reactie zijn niet gevaarlijk. Magnesiumchloride is, dat kun je op je huid smeren in magnesiumolie noemen ze dat. Dat is geen echte olie hoor. Soda, daar kun je als je een zweer hebt, kun je voeten in een badje doen. Dus dat is ook niet gevaarlijk. Wat er ontstaat, keukenzout, dat doe je zelfs op je ei. En magnesiumcarbonaat, dat is ook niet gevaarlijk. Azijn, wel een beetje voorzichtig mee zijn. En citroenzuur, dat wil je ook niet in je ogen hebben, maar verder valt het allemaal wel mee. Dat is even leuk voor de ouders om te weten. Hoe dan ook, gebruik altijd je verstand, eigen verantwoordelijkheid. En bedankt voor het kijken. Hè? Tot de volgende keer.